Ik zat er dus aan te denken om deze aflevering, want we hebben een Elytra. We kunnen het natuurlijk even zo doen. En dan vliegen wij. Best wel episch. En ik dacht er dus aan om hier zo eigenlijk een soort van Elytra-platform te maken. Dat leek me wel vet. Hallo kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. 2020, hier op dit kanaal. Ik heb zoals altijd weer enorm veel zin. En vandaag zijn wij in Minecraft, maar niet zomaar in Minecraft. We zitten in Minecraft 1.16.1. Dus we zitten in de 1.16 update. De hele nether is aangepast, en dat is dus best wel episch. Helaas gaan we deze aflevering niet naar de nether. Dat gaan we een andere keer doen, maar toch. We zitten nu in de nieuwste update. Volgens mij kun je dat ook. Even drie zien. Oh, jullie zien het net. Boven mijn webcam. Hier zo. 1.16.1 en hier zo. Vanilla. Best wel nice dus. De nieuwste update. Epic shit. Voor de rest heb ik wat dingen aangepast aan mijn OBS. Dus hopelijk. is er nu minder lag of geen lag meer. Ik hoop het echt. En als het er wel is, ja, Rip. Ik probeer het te fixen. Um, de vorige aflevering was een livestream. Toen zijn we naar de end geweest. Samen met Hyperstein. Ik heb ondertussen, dat was ik vergeten te doen tijdens de stream. Ik dacht er nog wel aan na. Over na, zeg maar. Maar ik ben het toch vergeten. Ik heb hier even de aflevering ingezet. Wat is best wel nice is. Uh, hier staat de Ender Dragon Egg. Echt de beste plek ever. Hij zweeft gewoon. Epic shit. Uh, voor de rest hebben we ook tijdens die livestream geëxchangeerd. Je kan de livestream nog terugkijken als je eventjes op het i'tje hierboven drukt. Dan uh, komt hij er uiteindelijk wel tussen te staan. Maar ja, onze gear is nu veel beter. Ik laat het wel gewoon even zien. Uh, we hebben ook een Elytra, wat dus best wel nice is. Ja, ik laat het gewoon even zien. En dan. Uh, ja, ik ga het niet speciaal benoemen. We hebben ook Infinity, wat best wel nice is. Die, daar vonden we toen een boekje van in de Stronghold, bij de bibliotheek. Dat was wel episch. Uh, dit hadden we natuurlijk al. Death Strider 3 is wel nice. En Mending is ook wel episch. Ik heb voor de rest hier ook nog wat raketjes. Wat best wel nice is. En als het goed is, heb ik ook... Een looting zwaard, dacht ik. Toch? Ja, hier looting 3 en smite 4. Uh, wat is best wel nice is. Die wil ik eigenlijk nog hierop zetten. Maar ik heb daar te weinig XP voor. Helaas, voor de rest we hebben we ook nog een fortune pickaxe. En that's it. Uh, deze hadden we trouwens al, want die had Hyperstein gefixt. Voor de rest is die nog een boogje is. Maar dat is dus allemaal best wel nice. Kijk, het is nu wel de nieuwste update 1.16. Uh, maar we gaan nog niet uh, shit doen van de nieuwe update. Want de Nether zit nog steeds. Het is zeg maar de Nether van de Snapshot. Dus alle nieuwe dingen van de nieuwe update zitten nog niet allemaal in. Dus eigenlijk moet ik binnenkort even de Nether resetten. Is de Nether wel weg? Als we dan weer opnieuw de nether portal ingaan, hebben we een nieuwe nether. En daar hebben we dus wel de update erin. Dus eigenlijk moet ik dat binnenkort even doen. We hebben hier trouwens ook fruit. En wat ook best wel nice is... Oh dat kan ik ook gewoon zo laten zien. Ik heb hier een ene chest. Wij hebben 1, 2, 3, 4, 5 boxes. Best wel weinig vergeleken met vorig jaar. Maar we hadden niet zoveel geluk. We hadden denk ik 4 end cities gevonden in de anderhalf uur dat we aan het zoeken waren. Waarvan de drie zonder um, schip waren. Dus we hebben ook maar één elytra. Maar na anderhalf uur waren we er echt klaar mee. En we hadden ook geen looting. Dus we hadden ook sowieso minder kans op shulker shells. Dus we hebben er helaas maar vijf. Maar boeien. Vorig jaar had ik er een stuk of elf of zo. En ik heb ze nooit allemaal gebruikt. In ieder geval, ik had dus een best wel vet idee. Waar we het zo meteen over gaan hebben. Ik besef me nu zojuist. We hebben nog Coarse Fruit. Maar ik heb helemaal geen plek meer. Bij de farms. Om Coarse Fruit neer te zetten. Dus ik dacht eraan om de Coarse Fruit bij de bomen neer te zetten. Um, dus ik denk dat ik dat dan ook eventjes ga doen offscreen. Ik zat er dus aan te denken. Om deze aflevering. Want we hebben een Elytra. We kunnen het natuurlijk eventjes zo doen. En dan vliegen wij. Best wel episch. Beter lijkt die niet. En anders. Ja, rip. Aflevering. We hebben hier natuurlijk dit. En dat had ik ook al tijdens een uh, livestream gevraagd: van wat moet ik hier doen? Ik heb nog een hele verdieping waar ik nog allemaal dingetjes kan doen. En ik dacht er dus aan om hier zo eigenlijk een soort van Elytra-platform te maken. Dat leek me wel vet. Ik dacht misschien ook nog een Elytra-launcher. Maar dat weet ik nog niet. Misschien gaan we daar dan de volgende aflevering nog aan verder werken. Als dat soort dingen nog bestaan, ik denk het wel. Maar mij lijkt het wel vet om hier een soort van platformpiet te maken, waar je dan gewoon zo van af kan springen en dan dus ook vervolgens zo'n rocket kan gebruiken om dus lekker rond te vliegen. Dat lijkt me enorm vet. Um, dus daar wil ik eigenlijk deze aflevering ook gaan, aan gaan werken. Ik hoop dat ik nog wat hout heb, en anders is dat best wel kloten. Ik denk het trouwens wel. We moeten wel nog meer naar beneden. Hey, kijk de Ender Dragon. hack. yes! Daar moeten we binnenkort ook nog een stand voor maken. Uh, ja, we hebben wel wat hout. In principe, dat is wel nice. Uh, daar kunnen we denk ik wel wat mee. Voor de rest is steen natuurlijk ook best wel nice. Uh, misschien kunnen we een soort van gek vormpje maken, wat best wel vet is. We moeten maar even kijken. Hebben we hebben hier toevallig nog wat. Uh, niet echt iets bijzonders. Want er was altijd echt zo'n uh, Elytra-launcher. Dat je dat met boten moest doen. En als je er dan insprong, dan werd je afgeschoten. Ik weet niet of dat nu nog kan. Maar het lijkt me best wel vet om zoiets dan te gaan maken. Uh, misschien de volgende aflevering of zoiets. Uh, dus laten we even gaan kijken. Ik vind het echt leuk dat we nu een Elytra hebben. Ik heb er trouwens ook een Breaking 3 opgezet. Wat best wel nice is. Want daardoor gaat hij dus minder snel stuk. We moeten nog een verdieping omhoog. En dan kunnen we hier gaan werken aan het platform. Natuurlijk, deze gang wordt nog veranderd. Uh, maar dat komt binnenkort natuurlijk gewoon. Um, hier kunnen we dan een soort van. Lau of een soort van spring iets maken. Lijkt me wel vet. Ik wil eerst even weten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kunnen we dus een midden maken, wat dus best wel vet is. Zo. 1, 2, 3, 1, 2. En dan. Zouden we hier zo misschien toch wel even dit kunnen doen? En nou hebben we eigenlijk even een crafting table nodig. Want dan wil ik ook iets met slabs en stairs gaan doen, eigenlijk. En dan dacht ik er misschien aan om. iets van dit te doen of zo. En dan die. En dan. Nou, dat wordt dan weer een beetje raar, denk ik. Ik denk trouwens ook misschien dat die veel te ver uitsteekt. Hij moet niet zo heel ver. Ik denk dat. Tot er met daar gewoon genoeg is. Weet je wel. Dus misschien. Doen we gewoon simpelweg dit. En dan misschien deze nog even eentje verder. En dat die dan eigenlijk al goed is. Snap je? En misschien doen we hier gewoon nog eventjes dit. Maar ik weet ook niet of dit mooi is. Dat is het hele probleem. Misschien eentje verder dat je een soort van boot hebt. Ik weet niet waarom, best wel raar of zo, maar I like it, I think. Dan kunnen we in principe weer met dit kunnen we dan weer zo doen. En dan kun je hier zeg maar gewoon van afspringen, maar dan ben ik wel benieuwd. Ja, dit ziet er niet zo heel mooi uit. Mm, kunnen we hier nog iets aan veranderen of zo? Ja, ik weet misschien wel iets. Even kijken, zo. Yes, kijk, dit is wel nice hoor, nu we die Elytra hebben. Want dan komen we gewoon lekker snel naar boven. Wat nou? Al oh, veranderen wij... Even kijken, ik denk dat dat toch nog wel een klein beetje uitmaakt. Als we nou deze zo veranderen. Oh, het is nu al nacht. Dat geeft dan toch nog even een iets meer van diepte. We moeten wel eventjes weg, want het is nacht. Dus we moeten eigenlijk even gaan slapen. En dan zat ik er dus aan te denken. Dan moeten we eigenlijk de volgende aflevering nog maar even kijken. Dan gaan we hier denk ik nog maar mee verder. Al kunnen wij bijvoorbeeld um, iets van een um, Elytra-launcher vinden. Dan zouden we dus aan beide kanten een soort van Elytra-launcher kunnen maken. Ligt er natuurlijk ook weer aan hoe groot die is. Als het gewoon echt een klein is van wat is het? 3x3 of zo. Ik zeg maar wat. Dan zou die natuurlijk aan beide kanten. Uh, kunnen komen. En dan zouden wij dus hier zo. Soort een soort van hekje kunnen doen. En dan hier zo de Elytra Lounge erop. En dan kun je gewoon zo weggeschoten worden. Dat lijkt me wel vet. Ik hoop trouwens dan niet dat die berg in de weg zit. Maar misschien word je ook wel omhoog. Je wordt natuurlijk omhoog geschoten, ja. Dus. Ah, uh, ik denk wel dat het misschien vet kan worden. Ik zit dan wel even te denken. Tot hoela, hoe ver we hem dan. Zullen gaan maken voor nu Ik laat dit ook nog maar even gewoon Zo ik hak het nu nog maar tot hier weg Dan moeten we later nog maar even kijken of we er ook Een dakje op gaan doen of dat soort shit uh, We moeten nog maar even kijken Ik denk dat ik hem iets van 1, 2, 3 4, 5 6 Nou hij moet wel oneven zijn want dan kunnen we zo midden Maken dus als we er gewoon lekker 5 tussen doen I think uh, that's uh, pretty nice Dan kunnen we gewoon hier zo Deze pilaar doen en dan moeten we hier nog maar even kijken met een soort van hekje. Um, ik zit ook even te twijfelen met de vloer. Wat willen wij met de vloer gaan doen? We kunnen hem niet eentje lager doen, dat lijkt me wel vet. Maar dat kan niet, helaas. We zouden hier gewoon zo'n streep kunnen doen. En dan kunnen we hier gewoon over naar ook gaan. Misschien is dat wel nice, maar ik heb niet zo heel veel ook meer. Dus dat is wel een beetje jammer. Uh, maar dan wil ik eigenlijk de vloer, wil ik dan. Gewoon van ook denk ik hebben. Misschien kunnen we er nog wel een soort van patroontje in doen, net zoals wat we hier hebben. Dat is misschien nog wel lachen, want we hebben nog best wel veel spruies. Dus dat zou wel kunnen, maar dan moeten we hier eigenlijk even kijken. Dan wil ik hem eigenlijk tot en met hier dan. We zouden in principe hier gewoon die lijn kunnen trekken en dat we hier dan gewoon nog alsnog deze twee. Want we kunnen dan toch ook gewoon dit als vloer doen. Nou, laten we dat niet doen, want ik wil misschien ook nog het dak daar zo veranderen. Dus laten we het gewoon lekker hetzelfde doen. Oh, dan heb ik het wel zo. Oh, dan moet het wel anders natuurlijk. Want anders ziet het er weer zo raar uit. Kijk, dan kunnen we het dus. We zouden hem ook gewoon hier zo dan weer zo kunnen doen. Is dat niet leuk? Wacht, dan doen we hier zo bijvoorbeeld ook. Dan doen we hier dit. En dan loopt dit weer zo door. Ik denk dat dat wel kan. Ik vind het alleen jammer dat het daar niet kan. Maar dat wordt dan ook weer zo raar, denk ik. Dus dat doen we daar lekker niet. En dan hier, zo gaat hij ook gewoon door. Tot en met hier. En dan loopt hij hier ook weer zo, zeg maar. En dan die weer op deze manier. En dan denk ik dat het er wel uitziet als een grappig vloertje. Uh, dan moet ik eigenlijk even weten hoe breed die is. Dus vanaf hier: 1, 2, 3, 4, 5. Wacht. Volgens mij deed ik het verkeerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, gewoon 10. Perfect. Dus dat is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top. Tot en met hier. Nice. Dan kunnen we hier ook meteen weer die lijn dus doen. En dan ziet het er dus zo uit. Oh, wacht. We moeten hier trouwens nog wel eventjes die en die doen. En dan. Didi. En dan heb ik net te weinig, zoals altijd. Hé, hey, komt perfect uit. Oké. Okay. Dus dan hebben we dit. En... en... Dan zit ik eigenlijk te denken. Willen we hier misschien zelf nog een rand, zoals dit? Of niet? Ik denk dat we het voor nu maar even zo laten. Kijk, zo ziet het eruit. Voor nu. Ik denk dat het er wel grappig uitziet. Het... Er is... Er komt iets leuks, denk ik. Dan was dit alweer deze aflevering van Minecraft Survival 2020. Hopelijk vond jij hem leuk. Dan kun je natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer je natuurlijk voor meer. En hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Om 6 uur hier op dit kanaal te zien. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later mensen.